vanmiddag vis ik in Gelderland. Op onbekend water. En ik heb een leuke wetering gevonden. Waar ik een paar uurtjes ga vissen. Hier ben ik wel even zoet mee. Wel jammer trouwens dat het water hier nogal bruin is. Ik ben inmiddels anderhalf uur bezig. En ik heb 3 totaal verschillende stukken van dezelfde wetering geprobeerd. Veel gelopen. Eigenlijk 3 keer een half uur gevist. En geen enkele aanbeet gehad. Ik ga eens kijken achter die bomen of daar wat te beleven is. Misschien kom ik iets beters tegen. Nou, ik heb eindelijk een watertje gevonden waarvan de kleur me bevalt. Maar tot nu toe heb ik alleen maar in afwaswater gevist, lijkt het wel. Zo zie je maar, het gras bij de buren is niet altijd groener. Maar goed, dit is mooi helder water, mooie kleur. En ja, het is meteen raak ook, tweede of derde worm. Het is een kleintje, maar ik ben er toch blij mee gezien hoe het gaat vandaag. Ik ga hem terugzetten. En nog een heel kleintje erachteraan. 30 seconden later ongeveer, want na het terugzetten gooi ik in. En dit kleintje duikt erop. Nou, wel een goed teken dat hier nog kleine snoek zit. Dat zie je lang niet overal meer. Nou, deze mag heel. Ik heb er nog 2 kleintjes bij gevangen. Maar mijn stekkie is het niet. Kijk maar. Beetje erg druk zo vlak langs de A2. Onderweg naar huis kwam ik hier langs. En hier moet ik gewoon even vissen. Al is het maar vanwege de intrigerende achtergrond. Met voorbijvarende boten. Ik ga proberen of het wat is. Geen monster, maar ik ben toch blij dat ik even gestopt ben. Snoek is snoek uiteindelijk. Ik ga hem terugzetten. Nou, dat is leuk. Bij de eerste worp na het terugzetten, net als eerder vanmiddag, duikt zijn broer erop. Het is een iets grotere broer gelukkig. Nou, ook weer een nette vis. Ja, typische poldersnoek. Centimeter of wat zal het zijn, 60 of zo. En daar is nummer 3 van dezelfde stek. Ze worden langzaam groter zo te zien. Hij is een beetje wild, heeft in het gras gerold. Dat ziet er niet zo netjes uit, dat is jammer. Dus moet ik hem maar snel terugzetten. Maar het is wel leuk, 3 vissen binnen 5 minuten. Het begon slecht vanmiddag, maar het is toch nog goed gekomen. Met 7 snoeken. Niet groot, maar ze hebben me lekker bezig gehouden. Vandaag begin ik voor de verandering met een oranje shad. Nou, geen verkeerd begin. Ik ben een half uurtje bezig en een mooie vis, 93 centimeter en hij is goed aan het gewicht. Het grappige is, tijdens de drill zie ik 2 hele grote karpers wegschieten van dit stekkie. Dus dit is een plekje waar ik nog even terug moet komen. Over een weekje of 3, met de penhengel. Nou, deze is gewoon helemaal terug. Het begon zo lekker in de polder, maar inmiddels heb ik al anderhalf uur niks meer gezien. Het water is ook erg bruin vandaag, dat bevalt me helemaal niet. En de wind is weggevallen. Nou, laatste redmiddel. Ik probeer het nog even met een streamer. Een zwarte in dit geval. Met de streamer is het niks geworden, maar het is wel weer gaan waaien. Ik plak er nog een kwartiertje aan, met een groene shad.